In een eerdere video heb ik de afdeling en de verdeling van een halve cirkel al duidelijk uitgelegd, dus ik ga hem nu gewoon indraaien. Bij het oor kies ik ervoor om een getrokken roller te doen. Ik neem hem groter op als dat het per se is en ik plaats hem aan de achterkant van de scheiding. Ook in de nek kies ik voor getrokken rollers, zodat het mooi aansluit. Halve cirkel, één roller die kant op, drie rollers die kant op, alles vanuit één punt. Aan de zijkant een getrokken roller, anderhalve keer opgenomen en aan de achterkant van de scheiding geplaatst. De rest aangevuld met steensgewijs en ook in de nek een getrokken roller.